Kraag toch allemaal de kleren. Val van mijn part, allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Noem me rat en wijzen me na. Bla 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 bla. Refrein. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen omheen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen en zonder pizza. Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Ik kreeg kritiek dat mijn intro's de standaard waren en iedere keer hetzelfde. Dus ik zing als intro van deze Ratatouille aflevering. Het Siske de Ratlied, hallo. Ik heb al zo'n 2 minuten aan bullshit opgenomen. Ik heb de game alweer een maand niet gespeeld ofzo. Ik heb geen idee hoe de controls werken. Er staat er weer druk actie. Ik denk, what the fuck is actie? Dus ik heb weer een klein beetje de controls terug. Ik ben door de eerste kamer van de game heen gegaan. Laten we gewoon ophouden dat deze game nog steeds zuigt. Er zijn nu in één keer heel veel collectibles. We moeten lichtbolletjes verzamelen. Sterren en kaasjes. Om redenen die ik zelf ook niet echt snap. Maar laten we gewoon lekker verder gaan met de game. En hopen dat die snel voorbij is. Ik vind de game... Nou, de vorige aflevering heb ik oprecht genoten van de game. Het is gewoon een leuke platformer. Alleen ja, soms is hij een beetje moeilijk. En soms val je gewoon dood. Dan denk je, nou, ik val eventjes van een rat van een meter hoog. Bam, dood. En dat is eigenlijk waarom ik geen rat zou willen zijn. Parcours is toch een beetje moeilijk, weet je wel. Je maakt 1 fout en je gaat dood. Dat is niet echt mijn stijl, weet je. Ik maak liever fouten en dat ik dan, zeg maar, niet dood ga. Misschien een beetje schrammetje, balen, kusje erop. Ja, doodgaan is gewoon niet echt mijn hobby. Dat is natuurlijk per persoon verschillend. Sommige mensen zijn dol op doodgaan. Oh shit, even een paar touw balanceren. Ik leef. Oké, dames en heren. Ik wil niet veel zeggen, maar ik leef. Mag ik er weer op? Ja, dank je. Hier is ook echt nul kunst in. Hoppakee, ik leef nog. Dat is iets. We kunnen ook over deze fantastische buis. Oeh, dit is wel leuk. Ik voel me nu echt zo'n ratje. Ik voel me echt zo'n... Ratje. Hopla. Zieke skills. Oh nee! Zieke brandwonden. Oh nee! Ik ben gewoon dood. Balen. Gelukkig is hier wel een checkpoint. Lekker gladde buis is dit. Rat, pas op joh. Hey. Oké, dan rennen! Speedrun! Woehoe! Chaka! Ik val dood. Ik moet zeggen, het rattenleven is niet makkelijk. Het is ook erg moeilijk als moeder, weet je wel. Dan heb je een kind en iedere dag... Hoor je gewoon weer dat een van je kinderen is overleden in een buisgerelateerd ongeluk. Oh, iedere keer als ik val verlies ik een klein beetje helft. En dan als ik natuurlijk helemaal dood ga, dan moet ik weer naar een ander checkpoint. Voor mij is het belangrijk dat iedere keer als ik spring, moet ik weer opnieuw op G drukken. Dat is een beetje een probleem. Wat? Nee! Wat? Wat? Ik wil niet gek gaan doen ofzo, maar wat de fuck is hier aan de hand? Oké, ik leef nog. Ik leef! Dames en heren, ik leef nog. Oh, nee. Deze planken storten in. Of niet? Het is gewoon een wipwapje. Geen idee wat ik aan het doen ben. Let niet te veel op mij. Ik ben de gastheer van deze video. Maar naast gastheer ben ik ook helemaal gek in mijn hoofd. Dus let niet te veel op mij, oké? Oeh, wipwap. Boeien. Rick, wat boeit het? Heel veel kaas ook. Zo van, hoe kan ik... Tussendoor damage nemen. Kaas is als je... Dus krijg je levens erbij. Maar er is helemaal geen enkele manier om damage te nemen tussen 2 kaasjes. Dan denk ik echt... Oh, what the fuck. Wat is hier te doen? Hallo? Iemand thuis? Nope. Oké, dit zijn wipwapjes. Die zijn nieuw. Ga je opstaan. Druk je op G en dan... Wow! Zieke shit. Zeg maar, de ratten zijn ook bezig met een soort eigen NASA-project. Ze gaan binnenkort een eigen maanlanding doen. Door middel van hele coole wipwapjes. Oké, wat moet ik momenteel doen met mijn leven? Hier kan ik op klimmen. Aha. Dit ziet er lekker uit. Kijk mijn chance dansen. La 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 la. Laat me vallen, rat. Oh god, welke toets heb je nodig om te laten vallen? L, K, J, I, G, M, F, X, Z, Q, W, R, T, Q, G, V, F, D. Linkermuis op rechtermuis op shift. Control. Spatiebal, K. Oh, gewoon springen. Laat ik nog wel kunnen verzinnen. Ik heb ondertussen een beetje iedere mogelijke toets uitgeprobeerd. En het bleek niet eens zo'n hele moeilijke toets te zijn. De button mapping van deze game is echt verschrikkelijk. Er waren dus kijkers die zeiden... Rick, je moet eventjes in het menu kijken. Nee, kijk, de button mapping van deze game zit blijkbaar in het boekje. Ja, die hadden koop in de game als een hoesje. Zit dan een boekje bij. Ja, die heb ik dus niet bijgekregen van de kijker die mij dit stuurde. Thanks!
Oh mijn god. Oh nee, hij gaat weer dood. Hij valt weer van een dak af. Ongemakkelijk ook. Huh? Hij valt van het dak af in een... Oh, mijn kaak, man. Hele rare tonen uit mijn bek. Opeens breekt mijn kaak. Oké, wat gebeurt hier nou weer dan? Lekker door de keuken denjeren. Oeh, hij heeft wel een cool neusje. Lekkere soep. Dan gaat hij natuurlijk met zijn lekkere ingrediënten erin gooien. Minigame, maak soep volgens Remy's suggesties. Oké, dan. Elk ingrediënt hoort bij een toets. Druk op een toets die hoort bij Remy's suggestie op het scherm. Poep. Hoe werkt dit? Oh, je moet... ik moet naar beneden drukken. Ik druk naar beneden. Ik druk een pijltje naar beneden. Waarom gebeurt er niks? Oh, ik moet op W drukken. Oké. Dus zeg maar, de pijltjes naar beneden zijn A, S, W, D. Ik moet nu op W drukken. Haha! Wat goed! D. Ik moet zeker nog een snelheid achter of dat niet? Oh, wortels! Oh, ja! Wat is dat eigenlijk? Aubergine of zo? Wortels! Meer wortels! Ik persoonlijk, hè, ik wil niet... Kijk, zeg maar, in de game is Remy dus een masterchef rat. Ik wil niet haten, maar persoonlijk zou ik de ui eerst pellen voordat ik hem in de soep gooi. Ik wil dus niet... Ik zei zoals ik al zei, ik wil niet haten, no offense, maar... ga je nou in de soep springen? Remy, ik vind je een leuke rat. Ik heb net een liedje voor je gezongen van Siske de Rat. Je moet wel voor normaal doen. Oh nee, die gast heeft ons ontdekt. Oh nee! Het is een ginger, dat maakt het niet uit. Maar die ginger komt er dus wel achter dat wij die perfecte soep hebben gemaakt. Ook even een tip, je maakt niet de perfecte soep door alleen maar wortelen en ui erin te gooien. Je hebt meer dan 4 ingrediënten nodig om de beste soep ooit te maken. Maar oké, dat was iets. Random coke minigame en opeens zijn we weer in het riool. De logica is ongeveer de logica van een 5-jarige cocaïne snuivende baby. Sowieso al heel knap als je 5 bent en baby. Vaak ben je, ja, als je 5 bent, al wel peuter-kleuter geval. Geen baby, maar hey. Ik ben zelf nooit 5-jarige cocaïne snuivende baby geweest. Je moet het niet aan mij vragen. We moeten 100 sterretjes verzamelen of zo, want gekke hobby's. Komt helemaal goed. Eens even kijken wat voor moois we hier allemaal hebben liggen. Aha! Nog meer sterretjes. 9 van de 100 sterren. Glijd zo snel mogelijk door de pijp. En pas op voor vallen. Wie de fuck legt er vallen in een pijp? Toets geldig, accepteer hem. Druk op de bewegingstoetsen om Remy te bewegen. En houd toets sprinten ingedrukt om hem te laten versnellen. Druk op toets sprinten om over gaten te springen. Ik weet niet eens wat toets sprinten is. Pak alle sterren voor een beloning. Is spatiebalk toets sprinten? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee of hier nog een tijd achter zit. Niemand weet wat toets sprinten is. Ik weet hoe ik moet springen. Dat is iets. We glijden gewoon lekker door deze pijp heen. Achter een van de chef-kok spook aan. Ik denk dat ik echt de film gezien moet hebben om te begrijpen wat voor harddrugs gaande is in deze game. Het is wel geinig. Ik zou het niet echt een val noemen. Niemand heeft gezegd, nou, we maken een groot gat in deze pijp om ratten dwars te zitten. Gewoon die hele pijp is gewoon kapot en niet meer bruikbaar. Whatever. Oeh, sterretjes. Tot nu toe pak ik wel al die sterretjes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Oh Gerso. Futuring. Sterretje. Haha, wat flauw. Maak me maar dood. Ik vind het niet erg. Woe, glijbaan. Take it easy. Oh. Voor mij heb ik echt alle sterretjes. Ik ben een ster in het vinden van sterretjes. Ik ben ook een ster in het maken van ongelofelijk flauwe woordgrappen. Hey spook, wacht op mij, vriend. Er spookt iets in mijn hoofd. Een gedachte. Oh, lekker springen. Oh, lekker springen. Oh, het gaat langzaam. Wist ik maar. Oh, hoe werkt dit dan? Hiernaast zitten ook sterretjes. Ik kan toch niet op 2 plekken tegelijk zijn? Oh, daar kun je helemaal niet in, joh. Oh, de game doet het dus de hele tijd zo dat je later weer op andere plaatsen komt. Dat je iedere keer ziet, oeh, daar was ik net. En oh, daar ben ik nu. Dat is wel grappig in principe. Nou, daar komen we ooit nog een keer. Oh, wacht. Aha. Fuck. Dit is zo snel mogelijk door die pijp heen gaan. Super geheime route met fucking veel sterretjes. 69 sterretjes. Ik ben de koning van het leven. Oké, dan. Ik hoop dat ik precies de 100 sterretjes haal. Dat ik dan een hele speciale beloning krijg. Van de koningin haar majesteit zelf. Hoeveel heb ik er ondertussen al? 80. 81. 82. 83. Oh, dan kunnen we gewoon weer hierop. Hoppakee. Doe hetzelfde stukje glijbaan gewoon nog een keer. Dat spook is ook gewoon weer teruggegaan. Dankjewel, spook. Op jou kan ik rekenen, man. Ja. Oké, dan. Dit is echt super mega spannend. Ik zet eventjes mijn spannende stem op. Nee, de stem die daarvoor deed. Oké, dan. Het is even super mega spannend. Oké, weet je wat? Ik denk dat het gewoon het beste plan is dat ik gewoon geen spannende stemmetjes doe.
Ik wil niet gemeen doen tegen mezelf, maar Rick, je zuigt. Er zijn dingen waar je niet in zuigt, zoals sterretjes pakken op glijbanen. Was dat trouwens een geheim plekje, volgens mij wel. Maar heb ik een geheim gemist? Hoe ga ik ooit 100 sterretjes pakken als ik een geheim mis? Verschrikkelijk. Oké, dan. Kom op, Rick, nog 7 sterretjes. We geloven in je. We geloven echt in je. Ik weet niet wie we zijn, maar er zijn een aantal mensen, een besloten groep, die graag anoniem willen blijven, die geloven in jou. Kom op, nog 2. Oh my god, ik zie 2 sterretjes op de voorgrond. Ja, goed gedaan. Je hebt alle sterren verzameld. Als beloning krijg je 500 Gusto punten. Ga naar Gusto's winkel om speltypen en veel meer te kopen. Wee! Boing. Oké dan, missie voltooid. Ben je nu trots op me? Nee. Oké, mooi. Bezem met opslaan. We gaan lekker verder. Ik had 100 sterren. La 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 la. Zijn we nou hier weer? Hier begonnen we namelijk de aflevering, zeg maar. Deze grote zaal vol troep. Nou, eens even kijken. Het schiet niet echt op. We zijn deze aflevering zijn we weer bij het begin gekomen en ik heb gekookt. This is Greece. You're back home. Wait till Dad finds out. Oh nee. What the fuck gebeurt er allemaal? Oh, dat is de vaders. Hallo vaders. We're here because of your harebrained scheme back at the cottage. It's hard to move a village, you know. Finding a new poison checker has been a gifproever. I'm sorry, Dad, but I'm here now and I want to help. All right, all right. Follow me and we'll get to work. Okay. Ja, 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 ja. Dus dat ongeveer. Lekker duidelijk. Oeh, ik kan weer dingen verzamelen. Altijd al gewild. Daarboven ligt een lightbulb. Ja, zo'n, ja, een peertje. Een peertje. Nou, kijkers, daarboven ligt een peertje. Het is echt een peertje. Ik wil niet haten, maar... Wat zei... Ik weet echt niet meer wat de uitleg zei. Iets over deze doos. Dan moet ik hem meenemen, zeker. Hoe? Fuck, wat zei de game over deze doos? Ik heb geen idee. Blaas deze doos open met een bom om te zien wat erin zit. Aha. Hoe de fuck komt een rat aan bommen? Gewoon een vraag. Aha. Molotov. Pak de bom met de toetsactie. Een bom die je hebt opgepakt ontploft kort nadat je hem loslaat. Met dit pittige wapen kun je ook verborgen vijanden opblazen. Oké. Hey jongens. Chili sausie. Is het bedoeling dat ik ze allebei tegelijk opblazen? Ik heb geen idee wat de range is van die bom. Oké, laten we gewoon even weggaan. Boom. Oh ja. Nou, ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Slechte nieuws, de doos is gewoon echt totaal niet open. Huh? Oh wacht, ik denk dat ik het misschien al snap. Wat de fuck is dit trouwens? Dat weet ik niet, dat is gewoon iets kuts. Waarom hebben ze lampen in een riool? En Oké dan, even kijken. Het ziet eruit alsof het olie is. Misschien moet ik hem hier opzetten, dat hier gewoon alles in de fik vliegt. Zo, gaan we er lekker bij staan. Lekker dood met z'n allen. 3, 2, 1... Nee, ook niet. Huh? Ik snap er de ballen van. Ik sneepte al de ballen. Dat is de verleden tijd van snapte. Sneepte. Oké, gaat dit werken? Misschien. Oh, deze doos gaat wel open en die andere niet. Dat is racistisch, mevrouw. Ik herhaal. Racistisch. Oké, nou, we pakken dit leuke dingetje weer op. Kom maar hier, hoor. Om een of andere reden zit het riool vol met oneindige hoeveelheden. Explosieve chili saus. Hartstikke handig. Bestel het ook voor je eigen huishouden voordat het te laat is. Poep. Waarom gaat die niet open? Dit is echt oprecht gewoon niet chill. Ik ga het nog een keer proberen. Ik ben wel een doorzetter hoor. Misschien als ik hem erop zet, misschien werkt dat nog beter. Kan je springen met de dingen in je handen? Nee, natuurlijk kan dat niet. Oké, dan zet ik hem even aan deze kant. Oké, dan. Ren, Rick, ren. Poep. Oh, nou, deze wil niet open. Fuck jou dan, bakje. Fuck jou dan. Kan ik hier nog opklimmen? Maakt niet uit, dan gaan we met deze gast praten. Yo, what up, rakker? Ja, pa, kom even naar Parijs, man. Oh, ja, leuk, honden. Sowieso een goed idee. Gebruik gewoon je neus om de andere rat op de binnenplaats te vinden. Oké, en dan? Pas op voor de honden, dat is wel een goede tip. Dat is een goede tip.
Van vader rat op zoon rat. Pas op de honden, want ze eten je op en shit. Denk ik. Oh nee, het spook is er weer. The fuck. Oeh, die honden zien er wel boos uit, ja. Oké, ja. Ziet er wel gezellig uit daar. Dat wel. Waarom zijn er allemaal katten en... Oh my god. Lieve dames. Ja, eigenlijk alleen de dames. Je dacht, hij gaat dames en heren zeggen. Nee. De heren. Fuck off, de dames. Hey, leuk dames. Leuk dat jullie er waren. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Ratatouille. Ratatouille. Oké, wat de fuck is dit? Wil je naar een buit vol fruit? I don't know. Misschien? Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Dames en heren. Als het goed is zijn alle heren nu weg. Alsnog. Doe even een duimpje omhoog als je deze aflevering van Ratatouille vermakelijk, leuk, interessant en of sexy vond. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. We gaan misschien naar een buit vol fruit. We gaan misschien gewoon lekker dingen oppakken en verder met de game. Ik heb geen idee wat ik wil doen met mijn leven. Dat is een beetje een probleem. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Een opblaaskrokodil. Om in de zee te drijven tussen de lekkere wijven. Oh ja! Yes! 3 sterretjes. Ik ben helemaal binnen. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Ratatouille. Doei!